Reinig een onzuivere huid in 1 maand. Om een onzuivere huid te reinigen, zodat je huid er strak en gezond uitziet, zou je een volledige reiniging van zowel binnen als buiten moeten doen. In dit artikel zullen we uitleggen hoe je een diepe reiniging van je huid kan doen met natuurlijke behandelingen en remedies. Dit is uitstekend voor een olieachtige of gemengde huid, die vatbaar is voor meeeters, acne, puistjes etc. Je darmen zijn voor een groot deel gerelateerd aan de gezondheid van je huid en daarom is diep reinigen en er zeker van zijn dat ze goed werken de eerste stap. Het meest voorkomende probleem met betrekking tot de darmen is constipatie, die een ophoping van giftige stoffen veroorzaakt, die wanneer ze niet geëlimineerd worden uiteindelijk uiteraard in de bloedstroom terechtkomen. Zodra ze daarin komen, zal het lichaam er alles aan doen om ze te elimineren via de huid, door middel van onzuiverheden, zweet etc. Er zijn verschillende natuurlijke gewoontes om je darmen te reinigen en constipatie te voorkomen. Eet elke dag rijp fruit en verse groenten, vooral fruit zoals pruimen, vijgen of appels en groene bladgroenten zoals spinazie of snijbieten. Voeg lijnzaad toe aan je maaltijden. Eet altijd volkorengranen, brood, pasta, rijst, tarwe etc. Drink 2 glazen water op een lege maag. Drink veel water gedurende de dag. Voer waterklisma's uit als het nodig is. Deze zijn veel natuurlijker dan de chemische klisma's van de apotheker. Tijdens de reinigingsmaand zou je deze tips moeten volgen, totdat je opmerkt dat je darmen goed functioneren. Drink medicinale infusies. Er zijn medicinale planten, die de huid van binnenuit reinigen. Het is mogelijk dat je de eerste paar dagen meer onzuiverheden hebt, maar dit is normaal wanneer je een reiniging van binnenuit doet en je zal snel zien dat ze verdwijnen en dat je huid schoner is. Brandnetel, deze wilde plant heeft de eigenschappen om je huid te reinigen en mooier te maken en ook om je lichaam te reinigen. Klitwortel, het aftreksel van deze wortel is erg handig voor significante onzuiverheden, zoals acne en puistjes. Het is ook erg goed voor de nieren. Groene thee is erg zuiverend en rijk aan antioxidanten, wat de reden is dat het ook verjongingseigenschappen heeft. Paardenbloem. Deze zuiveraar reinigt je lever, nieren en huid volledig. Tijdens de reinigingsmaand kan je elke dag een andere infusie drinken of ze combineren, maar je zou 3 kopjes per dag moeten drinken. Dagelijkse huidreiniging. Zodra je je interne reiniging gepland hebt, is het essentieel om te weten hoe je je huid extern kan verzorgen. Om dat te doen, raden we aan om onderstaande stappen elke dag te volgen. Was je gezicht met koud water in de ochtend. Breng een natuurlijke toner aan. Dit kan rozenwater, toverhazelaarwater of kamille zijn. Bevochtig je huid afhankelijk van het type, zodra die droog begint te worden. Als je geen goede bevochtigingscrème hebt, dan kan je plantaardige olie gebruiken, jojobaolie, voor een olieachtige huid, kokosolie, voor een gemengde huid, of argaan of amandelolie, voor een droge huid. Masseer je gezicht zachtjes, zodat het de olie goed absorbeert. Je zal als een gevolg daarvan de natuurlijke regeneratie van je huid verbeteren.
Herhaal dezelfde stappen voordat je naar bed gaat. Als je make-up op hebt, vergeet dan niet om eerst de make-up te verwijderen en gebruik altijd natuurlijke producten. Exfoliatie en voeding 1 keer per week. Je zou de volgende behandelingen 1 keer per week uit moeten voeren tijdens de reinigingsmaand: een peeling en het aanbrengen van een voedend en reinigend masker. Exfoliëren of een peeling is essentieel voor het helpen verwijderen van onzuiverheden en een van de meest simpele methodes bestaat uit het gebruiken van zout of suiker gemengd met aloe vera of olie als je een erg droge huid hebt, waarmee je je huid zachtjes zou moeten masseren. Spoel je huid daarna af met warm water en breng een zuiverend en bevochtend masker aan, die je maakt van groene klei gemengd met yoghurt. Breng het aan en laat het ongeveer 30 minuten zitten, totdat je de klei droog ziet worden. Verwijder dit masker vervolgens met warm water en breng je normale bevochtigingscrème aan. Je kan deze behandelingen na je maandelijkse reinigingsschema doen, maar we bevelen aan om ze elke 10 tot 15 dagen te doen.